Tenminste, daar was ik perfect. Wow, het was een mooi kinderhaal. Echt heerlijk, zo vriendinnen weekend. Gelukkig. Slaap lekker. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag maandag en er is een pakketje binnengekomen van het weekend al, maar ik had nog niet echt tijd, zin, weet ik wat, om open te maken. Maar nu wel, we hebben een nieuwe kinderwagen gekocht. Of, nou ja, volgens mij is het een buggy, alleen hij heeft in ieder geval niet zulke fragiele wieltjes. We hebben een prima kinderwagen, alleen ik heb toen Nolan denk ik anderhalf was, dat zitgedeelte die je vast moet klikken, heb ik dat vastkliksysteem kapot gebroken. En die hebben dus steeds vast metalripjes. Alleen ben ik nu helemaal klaar mee. Als ik naar het bos wil, moet ik ze eerst losknippen. Omdat de kinderwagen anders niet in elkaar wil. En dan moet ik er weer een nieuwe opzetten. En aangezien Amelie nog wel 3 jaar in een kinderwagen zit, dacht ik koop een nieuwe. We hebben een buggy. Alleen ja, dat loopt gewoon echt niet lekker. Nolan wil altijd de hand. Mijn hand vasthouden als we gaan lopen. En dat lukt niet. Want een normale buggy kun je niet duwen met 1 hand. Dus tijd voor een nieuwe. En ik heb zin om hem open te maken. Want ik heb hem getest in de winkel en ik vond hem perfect. Tenminste, daar was hij perfect. Hopelijk als we hem niet langer gebruiken ook. Dit is je roze. Wil je de roze sticker? Oké. Wow, het was een mooi kinderhaal. Hier moet alles er even uit. Huh? Hier moeten alle spullen er even uit. Wil je die? Cadeautje, jasje. Goedemorgen. Zit je voor het eerst in een nieuwe kinderwagen? Zie je een spin? Ja. Oh nee. Nou. Ja, ga maar. Waar gaan we nu heen? Een bakkerij toe. Naar de bakkerij toe? Ja. Even gebakjes halen voor papa? Ja. Want wie is er vandaag jarig? Papa. Amelie is helemaal happy dat ze nu gewoon zit in plaats van ligt. Maxicoos is natuurlijk helemaal niet zo goed eigenlijk. Maar altijd zo makkelijk. Dus beter. Wou je dat ik je weer ging ophalen? Ja. Nou nee, je wil heel graag bij Rodney in de bakkerij blijven. En soms mag dat, want dan gaat ze gewoon op een stoel zitten tekenen of filmpje kijken of zulke dingen. Maar nu belde Rodney me, of appte, dat ze er geen zin meer in had en dat ze naar huis wilde. Komt niet vaak voor, want ze wil graag bij Rot zijn. Maar nu is ze dus weer thuis. Amelie lag net op bed, want ze kon er niet zelf halen. Rot heeft ze naar thuis gebracht. En, Noalyn, wat vertelde jij nou aan papa? Zij zagen vanochtend het cadeautje liggen voor Rot. Dus ik zei, moet je zo meteen niet tegen papa zeggen, want ik ging gebak ophalen. Wat voor cadeautje die krijgen, want anders dan weet, is het geen verrassing meer. Dus wij lopen de bakkerij binnen. Het eerste wat ze zegt, pap, we hebben een armband voor je gekocht. Je ouwe doet het niet meer, hè? Ik had dus een horloge gekocht. Weg verrassing. Super doel. Ja, jij ging dat tegen papa zeggen, hè? Jongen, jongen, nou is het geen verrassing meer, toch? Maar hij weet niet hoe die eruit ziet, dus dat is dan wel weer goed. Is papa te hoog hoor? Als jij jouw in de prullenbak. Ja, met jou in de prullenbak gewoon jou daar eens mee op. Oh jeetje, waren jullie er al? Ja. Oh, ik moet uit bed. Goedemorgen. Hi. Jullie staan in de pad. Ik kan er niet lang zo. De deur moet die kant. Oh, deze kant al. Mijn foutje. Hallo, kom binnen. Je gaat aan het haken. Ja, we waren nog aan het slapen. Ik was vergeten de wekker te zetten. Maar geef niks. Willen jullie koffie? Ja. Met een gebakje? Ja. Lekker. Mooi. Prima lunch voor papa? Ja. Oké. Zoveel zin in dit. Jij dacht 2 verschillende schoenen. Dat is mooi. Ja. Oké. Ik kom deze en deze. Ja, 1 te kleine schoen en 1 goede nieuwe schoen. Oké, wat gaan we doen? Ja, Celine van zwemles ophalen. Die had zin in zwemles, dus hopelijk is alles een beetje gelukt. Want ze is nog steeds angstig, maar volgens mij gaat het steeds beter. De wonder is naar de wereld nog niet uit. Ik ben naar de school geweest.
Ik heb een lesje boksen meegedaan en dat vind ik echt helemaal geweldig. Het is hier op dinsdag en vrijdag, dus ik ga volgende week even een keer op vrijdag meedoen. Maar ik denk dat ik echt gevonden heb wat ik leuk vind. Vorige week kon ik de kleren niet laten zien. Maar aangezien ik vaak de vraag krijg waar jasjes of kleertjes of iets van de kinderen van is, dacht ik, ik laat ze nog even zien. Want er zitten echt leuke items tussen. Okay, ik weet niet of ik hier de juiste persoon voor ben om dit zo te laten zien. Maar ik ga mijn best doen. Ik heb voor Amelie een superleuk neutraal jurkje gekocht. Met een kraagje, vind ik helemaal leuk. Maar 80. Ik heb alle herfst- en winterspullen maar 80 gekocht. Ze heeft nu nog maat 68 aan, maar daar is ze wel bijna uit. Maar ik dacht, als ik 74 koop, dan kan ze het in de winter al niet eens meer aan, denk ik. Dus ik dacht, toch gewoon alles in maat 80. Dan alles maar een klein beetje te groot. Die daarheen. Dan dit neutrale vestje van de Prenatal. En diezelfde heb ik ook voor Noli gekocht. Zo handig om overal op te doen als we het koud hebben. Leuk! Voor Amelie neutrale kleur broekjes. Of nou ja, het zijn gewoon leggingsjes eigenlijk. Maar ja, dat valt zo makkelijk te combineren. Dan dit shirtje voor Amelie. Ook zo mega schattig. Die gekleurde stipjes. En dat was eigenlijk alles voor Amelie al. Dan voor Nolin. Een broekje. Met een blouseje. Deze vind ik zo leuk. Dat staat haar ook zo leuk. Kijk, gewoon zo samen. Eigenlijk zo simpel, maar toch zo leuk. En dan, ik kan beter eerst deze doen. Dit jurkje. Ze zag hem zelf hangen. En we waren allemaal meteen verliefd op dit jurkje. Gewoon een lang spijkerjurkje. Maar dit hierboven is toch te snoezig. Nolin heeft alles in maat 104. Die is heel snel gegroeid. Net als deze. Ik zag deze en toen was het niet de bedoeling dat hieronder dan ook zo'n pof iets zat. Maar bij die van Celine was het dus niet zo. En bij die van Nolin wel. Maar dit is van Pom Deluxe. En dat is een heel leuk merk. Maar het is best wel duur. Dus ja, en terugsturen. Het is geen bedrijf uit Nederland. Dus dat kost alweer een heleboel geld. En ik weet ook niet of ze die maat ook echt zonder dat riggeltje daar beneden hadden. Maar op zich is dat riggeltje niet heel erg. Want ik combineer hem dus met deze rok. Echt super leuk samen. Want in het shirtje zit dus paars. En dan die rok er zo bij. Helemaal leuk. En dan zie je dit niet meer. Want ik ben niet zo van dit. Maar die rok komt precies op dat riggeltje. En dan datzelfde voor Celina. Hetzelfde setje. Maar ja, Celina's shirt is dus wel gewoon een recht shirt. Ik vond het zo leuk om ze één setje gewoon hetzelfde te geven. En dan deze broek voor Celina. Celina draagt maat 116. Met dit shirtje. Dit shirtje is ook van Pom Deluxe. Dezelfde als die andere, alleen dan een andere kleur. En ik moest iets hebben wat op een broek kon. En toen zag ik deze broek van Kids Only. Toen dacht ik, ja, dit kan goed samen. Deze heerlijk lekkere trui. Hij is zo warm van binnen. Zo lekker, of zo dik van binnen. Echt een heerlijk stofje van My Monkey. Voor Lien in maat 116. Past ook echt op alle broeken en op haar rokjes. Lekker warm. Deze vond ze zelf helemaal geweldig. Die wilde ze zo graag hebben, want dan heb je dit. Dan kun je hier dus dit zo aaien. Ja, vinden ze helemaal leuk. Nou, dat mocht van mij wel. He, zo moeilijk ben ik ook niet. Dit spijkerrokje past ook echt overal onder. Super handig. En ik heb dus ook allemaal zwarte majo's gekocht. Want onder alle rokken en jurken van de kinderen past eigenlijk allemaal een zwarte majo. Ik moet toch even een paar lichten vinden. Maar ik heb nog niet echt gevonden wat ik zocht. Maar zoals dit jurkje. Past precies goed op. Van de H&M is die. Past precies goed op van die zwarte majootjes. En ik had hem zelf niet als eerste uitgekozen. Maar mijn zusje zag hem. En die hield hem voor Lien. Het leek zo leuk. En uiteindelijk staat Celina ook echt heel leuk. En dan deze jurk voor Celina. Helemaal feestelijk. De pasvorm vind ik eigenlijk een beetje gek, want dit is wat losser. Maar maat 110, 116 was haar echt, nou dat zat echt strak. Dus ik heb maat 122, 128 van deze gedaan. Dus van de Wii volgens mij. Ja. En nou, het is een heel leuk printje. En zij vindt hem ook helemaal leuk. En uiteindelijk staat hij ook wel leuk, maar zo dat een beetje dat slappe, dat ben ik niet helemaal gewend. Maar
Hij was te leuk om terug te sturen. Goedemorgen. Het is vrijdag. En ik heb net allemaal kleren en een koffer gepakt. Want wat gaan we doen? We gaan met tante Mike op vakantie, hè? Ja. Hè, Celina? Papa en Amelie blijven thuis. En ja. Wij gaan op vakantie. Ja. Jij hebt zo'n lekker lachen. Nu een snoepje. Wil je snoepje? Ja, pak maar snoepje. Oké, ik moet dit allemaal in deze koffer en in een zwemtas krijgen. Succes, Nat. Wat zeg je? Ik heb geplakte handen. Heb je geplakte handen? Ja. Dan krijg je pas zoveel snoep. Deze moet je eerst steken. Jullie geweldige pakken moeten eerst even. Die erin? Ik moet wel weer halen. Nou, mama moet even doen, want ik moet even goed erin. Zo. Die. Dan moet de zwempakken en de bikini. Zo. Dan moet mama's handdoek. Jouw handdoek. En Selina's handdoek. Ja. Zo, dat is één tas. Wil jij er achter je neerzetten? Ja. Oké, tillen. Oh, goed zo. Oké, alles ligt erin. Nu is de vraag of die dicht kan. Ha. Ha. Al het gewicht erop. Ah. Doe maar ding. Ga maar dicht. Yes, daar is die. Oh. Nu moet hij hier nog. Even erin, jongens. Dan kan hij dicht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hij is dicht. Joehoe. Gelukt. Ik ga je kleine mini-mensje missen. Hallo, extra geknuffeld vanochtend. Nou, zag ik ook eindjes je moeder. Zondag zijn jullie er weer? Ja. Of maandag? Zondagavond komen we weer thuis. Ga je lekker bij oma logeren, liefje? Ja, precies. Zijn jullie er al? Dit is vast de eerste trein hebben. Een jumpen. Voetjes vegen. Wij zijn in het vakantiehuisje. We hebben een soort tent met hout. Ja, vakantiehuisje, iets met tent of zo. Maar hij is super leuk, echt super knus. Kijk, daarboven kunnen de kinderen slapen. Echt super leuk. Kijk nou. Als we bang zijn dat we te weinig hebben. Ja, mama heeft het laten aanbranden. Dus Mike is even dat ze een beetje zwart aan het afpulken. Dan is het nog redelijk eetbaar, ons ontbijt. Ja.
ben Lena. Gaan jullie mee? We gaan naar speeltuin. Ben je klaar voor? Ik ben nog steeds een schoonmaken. Ja. Ga naar speeltuin, naar de grote. Gaan Lulu en Marco mee? Ja, tuurlijk. We gaan ook mee. Tenminste. Maar waarom zijn er nog meer eigenlijk? Ja, weet ik niet. Het zijn een beetje lui. Dat maak ik zo. Ja. Maar hoe goed is dit? Ja, maar wij zien vakantie op een andere manier. We gaan lunchen. En er was nog patat over gisteren van deze mega bak. Dus we dachten, maar kijken of patat opbakken in de pan ook werkt als lunch. Nog een ja, kan wel. Ik heb de zwemspullen. Ja. Nog een tas. We gaan eerst naar het konijnentheater. Ja. Leuk. Ja. En daarna naar het zwembad. Nog leuker. Ja. Goedemorgen. Het regen mega buiten. En wij hadden van kind gewisseld vannacht. Eigenlijk was de bedoeling dat de kinderen boven gingen slapen en Mike en ik daar. Alleen ze wilden allebei apart met ons slapen. Dus ook het weekend van de kinderen. Dus we hebben om en om geslapen. Dus nu sliepen we allebei op een ander bed en hebben we minder geslapen. Beetje jammer. En buiten is het echt scheid weer. Gelukkig hadden we gisteren echt lekker weer en hebben we in de buitenspeeltuin gespeeld. Dus gaan we gewoon vandaag veel binnen spelen en gewoon lekker binnen niks doen. En dit is echt zo heerlijk. Echt zo'n herfstdag. En dit heeft... Oh, moet mama je opmaken? Vuurtje erbij. Mike is even ontbijt halen. Dus dan kunnen we zo eerst lekker ontbijten. Heerlijk, gewoon. Gewoon een weekendje bijna niks doen. Nou ja, bijna niks doen, dat werkt niet echt met kinderen, want ze zullen overal heen. Zo, echt heerlijk. Zo vriendinnenweekend. Even met z'n viertjes. Kleren voor de kinderen. Lijkt me handig. Schoenen kleren, schoenen kleren. Een jurk. Een shirt en een rok. Dat kan beter niet. Daar is het echt geen weer voor. Somber. Het is wel echt lekker, want je zit hier dus in een houten hut met een tentdoek erover. Dus het is net alsof je gewoon aan het kamperen bent, zodat het heel hard regent. Dat klinkt ook altijd zo gezellig. Oh, lekker loon. Mag wel knoeien. Ik heb doekje, ik heb doekje. Weer vorkje. Iedereen heeft een bandje weer gevonden. Je hebt zo'n bandje voor het speelding en voor het zwembad en zo. We hebben echt lekker in bed gelegen, filmpje gekeken. Ja? Is die voor mij? Ja. Ga je mee? Ja. We gaan mee? Disco! Disco! Disco!